missing someone. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag ga ik met jullie deze mega, ja, mega doos van de Hunkemöller unboxen. Er zitten 3 nieuwe collecties in en ik ga deze aan jullie laten zien en eventjes toelichten wat de collectie betekent. De eerste collectie die ik met jullie ga unboxen is de Fashion Fave Statement. En deze collectie staat in het teken van hele leuke kleurtjes van nu. Feel free, lekker jezelf zijn en daarbij sluit ik me helemaal aan. Deze collectie heeft heel veel leuke verschillende kleurtjes. Maar ik heb eigenlijk alles bij babyroze en oud roze gehouden. Puur omdat dit gewoon lekker bij mij past en ook helemaal mijn kleur is. Dus daarvoor heb ik daar eigenlijk voor gekozen. Dus ik begin met mijn badjas, want ik had een nieuwe badjas nodig. Hij is een beetje moeilijk te laten zien op video, maar hiernaast trek ik hem even aan. Dus dan kan je hem eventjes zien. Hij heeft een capuchon, wat ik super fijn vind bij een badjas. Als het koud is, is het heerlijk om een capuchon op te doen. De stof is van velvet. En de binnenkant is een ander stofje. Wat voor stofje durf ik niet te zeggen. Hij is niet mega dik, maar de lente komt er natuurlijk aan. Dus het is super fijn om dan een iets dunnere badjas te dragen, vind ik zelf. En deze badjas heeft zakjes. Wat ik ook heel erg fijn vind, omdat als ik 's ochtends mijn badjas aantrek, doe ik vaak mijn telefoon in mijn badjas. Dus dat is super fijn. Heel leuk, babyroze. Daarnaast ga ik voor dit super schattige item. Het is een soort van klein jurkje. En daaronder hoort deze string. Nou, het is een soort van Brazilian string-achtig. Dus hij valt half over je billen. Maar de kleur is weer super schattig. Ik hou van dat kant. Bij de borsten zit verder geen vulling in. Dus houd daar rekening mee. Mocht je daar rekening mee willen houden. En dit schijnt een beetje door. Zodat je je curves en je lichaam heel mooi ziet. Dus ja, dit is echt wel een heel leuk item. Daarnaast heb ik een heel leuk lingerie setje. Een lichtroze setje. Ik vind het heel erg leuk dat deze BH wat meer uitloop heeft. Dat het echt lekker om je borstbeen valt. Borsten, onderkant van je ribben, daar zo ergens valt. En dat gaas met een beetje wit, beige-achtig erdoorheen. Ja, dit is echt mijn kleurtje. Dit is echt denk ik mijn favoriete setje. Met een heel leuk stringetje erbij. En aan de achterkant een heel leuk kant. Ik vind het een hele schattige, maar sexy collectie. Want deze collectie heeft veel kant. En ik hou toch wel van kant bij mijn lingerie. Dat maakt het toch iets vrouwelijker, vind ik zelf. Dat waren mijn items van de Fashion Fave Freedom Statement. Nou gaan we verder naar de Noir Bridal Collection. Deze collectie is denk ik een van mijn favoriete collecties bij de Hunkemöller. Puur omdat het altijd best wel sexy, maar heel erg classy is. En dat vind ik wel echt heel erg leuk van lingerie. Dus we beginnen met het eerste item. Dit is een corset. Hiervan heb ik ook al de BH en string. Dus hieronder zou ik ook die string aantrekken. Hij heeft verschillende sluitings aan de achterkant, wat heel erg fijn is. En je kan hem of dragen met leuke kousen. Het leukste aan dit item vind ik dat ik hem ook zou dragen op een broek. En dan gewoon lekker naar buiten aandoen en hem gebruiken als een body. Dus dat is waar ik deze ook denk ik voornamelijk voor ga gebruiken. Om lekker aan te trekken als een fashion item. En ja, ik ben er heel erg blij mee. En het volgende item is een BH met een broekje. Ook deze is van de Noir Bridal Collection. Ik vind het heel erg leuk dat die niet helemaal kant is, maar dat die hem breekt met zwart. Hier 2 overlappentjes. En deze heeft wel push-up, dus hou daar rekening mee. Wil je deze bestellen en je hebt al wat grotere borsten, dan weet je dat er gewoon push-up in zit. Deze is te combineren met het bijbehorende broekje. En aan de achterkant valt hij weer netjes over je billen met kant, wat hem weer dus heel erg sexy maakt. Dus dat vind ik heel erg leuk aan dit setje. En nu gaan we over op de Pop Collection. De Power of Positivity. En deze collectie staat echt in het teken van positiviteit. Als je kleding draagt wat je fijn vindt, voel je positiever. Wees positief tegen jezelf, maar ook tegen anderen. En straal dat gewoon uit. Dat is echt waar deze collectie voor staat. Deze collectie. Ik heb van deze collectie al de tweede drop mogen ontvangen. Dus het witte pak wat ik straks laat zien is nog niet online.
Hou vooral hun Instagram en mijn Instagram in de gaten wanneer de tweede drop gaat zijn. Dus wanneer het pak online komt. De rest van de collectie staat wel al online. Dus mocht je die willen hebben, bestel het snel. En deze collectie is te dragen lekker thuis of als je weggaat. Het staat vooral... Het zijn vooral joggingspakjes. Ook hebben ze leuke BH'tjes, onderbroekjes die je gewoon lekker thuis comfy kan dragen. Dus we beginnen met het pak die bij de tweede drop komt. Het is een joggingspak die je aan de voorkant kan strak maken. Waardoor je meer je curves een beetje kan laten tonen. En hij heeft een leuke capuchon. En deze is te dragen met de joggingsbroek die aan de onderkant elastiek heeft. Waardoor die lekker goed aansluit. En ook strak kan maken aan de bovenkant. Dit is een S, maar hij valt wat groter omdat het natuurlijk een joggingsbroek is. De lichtblauwe en donkerblauwe joggingspakken die staan wel al online. Dus mocht je die willen bestellen, neem even een kijkje. De witte joggingsbroek is ook super leuk te combineren met deze top die ik heb gekregen. Een lekker ripstofje, super elastisch. Maar deze kan je ook natuurlijk dragen op een leuke spijkerbroek. Kan hem gebruiken als sportshirtje eventueel. Maar ja, hij is echt overal voor te gebruiken. Dus ook super leuk. Lekker comfy. En als laatste item heb ik de BH mogen ontvangen. Ook lekker ripstofje. Hier zit geen patches in. Dus onthoud dat. Nee, hier zitten geen patches in. Je kan er wel zelf patches in doen. Dus dat is wel echt een voordeel van deze BH. Mocht je dat fijner vinden... Ook deze zou ik dus dragen op de witte joggingsbroek. Of de lichtblauwe joggingsbroek, want die was ook super leuk. Mocht je deze video nou leuk vinden, vergeet dan niet te subscriben op mijn kanaal. En een duimpje omhoog te doen. En eventueel een reactie achter te laten. En wil je nou meer van dit soort video's zien en op de hoogte blijven van de nieuwe Hunkemuller collectie? Volg mij dan eventjes op Instagram en stay in touch. En hopelijk tot de volgende video en tot snel!